Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Onze eerste imam. Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam is een wonder en is het bewijs van de profeetschap van onze profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Een bewijs wat al meer dan 1400 jaar aanwezig is op dit universum. De profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft verschillende wonderen. Imam Ali alayhi salam, zijn vader heet Abu Talib alayhi salam. Abu Talib alayhi salam is onfeilbaar. Abu Talib alayhi salam, wij geloven dat hij een gestuurde is door Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ali alayhi salam heeft ook een moeder. Zij heet As-Sayyida Fatima bint Asad alayhi salam. Zij is ook onfeilbaar. Net als dat As-Sayyida Maryam, Maria alayhi salam, openbaringen kreeg van Allah subhanahu wa ta'ala. Hetzelfde kreeg Fatima bint Asad alayhi salam openbaringen en kreeg Khadija bint Khuwaylid alayhi salam openbaringen en kreeg Amina bint Wahab alayhi salam openbaringen. Dit zijn heilige vrouwen binnen de islam, gerespecteerde vrouwen binnen de islam. Fatima bint Asad alayhi salam had een dadelboom in haar tuin. Deze dadelboom was overleden. Er groeiden geen dadels meer aan. Het was nutteloos. De profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, die gaat naar deze dadelboom en doet een smeekbede naar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala verandert deze dadelboom naar een levende dadelboom, een levendige dadelboom. En er groeien direct dadels aan. Deze dadels plukt de profeet samen met Fatima bint Asad alayhi salam. En deze dadels die worden gegeven aan armen in de stad. Een paar dagen later komt de profeet sallallahu alayhi wa sallam weer bij Fatima bint Asad alayhi salam. En is hetzelfde aan de hand met deze dadelboom. Er groeien geen dadels meer aan. De boom is overleden. De profeet sallallahu alayhi wa sallam doet weer een smeekbede. En Fatima bint Asad alayhi salam plukt een dadel van deze dadelboom. Een van de wonderen van Fatima bint Asad alayhi salam is dat imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam geschapen is uit deze dadelboom. En Fatima bint Asad alayhi salam, zij raakte zwanger na het eten van deze vrucht, namelijk van de dadel. Toen Fatima bint Asad alayhi salam wou gaan bevallen, gebeurde er een tweede wonder. Dus het eerste wonder was de boom die weer tot leven kwam door het wonder van de profeet. En uit deze boom is er een dadel die Fatima bint Asad alayhi salam heeft gegeten, waardoor zij zwanger werd. Toen zij wou gaan bevallen, ging zij naar het huis van Allah subhanahu wa ta'ala, naar de Kaaba in Makkah. En zij zei, ja Allah, o Allah, ik geloof in al uw profeten en in al uw boeken. Help mij met deze bevalling. Fatima bint Asad alayhi salam gaat de Kaaba in. Allah subhanahu wa ta'ala opent voor haar de Kaaba.
Allah subhanahu wa ta'ala stuurt naar Fatima bint Asad alayhi salam engelen die haar helpen met deze bevalling. 3 dagen lang zit Fatima bint Asad alayhi salam in het huis van Allah subhanahu wa ta'ala. Heel Makkah vraagt zich af, wat gebeurt er in dit huis? Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam is geboren. En toen imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam werd geboren, las hij verzen uit de edele Koran. Voordat de edele Koran werd geopenbaard aan de mensheid. Dit is het derde wonder van imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Dit zijn de wonderen van de Ahlul Bayt alayhum salam. Wanneer wij vandaag de dag op hajj gaan, op bedevaart gaan, naar Makkah al-Mukarrama, dan zien wij een scheur die al 1400 jaar lang, al meer dan 1400 jaar lang bestaat. Hoe vaak hebben mensen geprobeerd om deze scheur dicht te krijgen in de Kaaba, maar het lukt ze niet. Want dit is het bewijs voor het leiderschap van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En de deugd van imam Ali alayhi salam bij Allah subhanahu wa ta'ala.